Het gaat goed met Yevgeny, bijzonder goed zelfs. Met een nieuw album, Welk een Raad, een bijhorende theatertournee lijkt de Nederlandstalige band, die u vorige week nog aan het werk zag als weekband in de laatste show, De Korte Broek, definitief ontgroeid. En dat is ook Mich Walsgaard van Comme il faut niet ontgaan. Want Klaas Delruwe en de zijne wisten hem te strikken als regisseur van hun nieuwe theatervoorstelling. We zijn intussen met Yevgeny aan ons vierde album al aanbeland. Welke Raad? En Welke Raad is een plaatje, een mythisch plaatje onder treinreizigers. Het is de plek in de Oostkantons waar je terechtkomt als je van Oostende naar Leuven moet ofzo, waar ik studeerde. En je viel in slaap. Dan was het ergste dat kon gebeuren dat je in het eindstation pas wakker werd. En dat is Welke Raad. Dit is een echte wereldramp. Zij zegt, het valt wel mee, dat zegt ze nooit zomaar. Onze nieuwe plaat, Welke Raad? Ik vond zelf vanaf het begin, voelde ik van, we kunnen daar zeker mee naar theater. En dan hebben we er een theater-expert bij gehaald. En dat is de Mich geworden. Een theater-expert. Dat is toch een Mich, bedoel je? Ja, daar kunnen niet buiten natuurlijk. Hè. Dat is waar. Ik vind het ook niet erg dat ze erop meeklappen. Je kunt dat niet vermijden, denk je. Ze zijn nu eenmaal enthousiast. Hè? Dat is goed, hè. Er mag wel wat tempo zitten. Ja. Nee, dat je niet. Proberen zo. Ja. Ik ben toen komen zien naar de volgende tour van de vorige plaat. En ik vond dat eigenlijk vrij tof, maar ik had wel iets van... Als je in theater speelt, kan het wel straffer. Je kunt veel meer doen met binteksten en met inhoud en met een rode draad over je voorstelling. Dat kon voor mij wel straffer. En ik denk dat vandaar de vraag gekomen is. Hè. Leek nogthans een hele mooie dag. En de zon maar schijnen, een veel te mooie dag. Onze bindteksten waren allemaal zo van ja, in het volgende. En dan had het de Mich en dan was dat ineens baaf. En toen viel mij een Frank van ja, gast, als je dan toch in theater gaat spelen, kun je misschien niet dat ik hem moet nabootsen, maar ik kan er wel iets van. Morgen komt ze thuis. Morgen komt ze thuis. De tournee loopt nog tot begin april. Een keer op 25. En dat is eigenlijk overal te landen. Je moet komen kijken, dames en heren. Dat is echt een aanrader. Jij mag dat niet zeggen. Nee. Ik mag dat zeggen. Ik ben zeer enthousiast. Dank u. Ja, dat is graag gedaan.